Door de coronamaatregelen kiezen nog steeds veel meer mensen voor een vakantie in eigen land. Rust op de landingsbaan dus, maar drukte op de kartbaan en de Dommel. Daar zijn ze blij met de stroom aan dagjes mensen. Wie niet op vakantie gaat, moet iets anders doen om de tijd een beetje leuk te besteden. Een tochtje maken bijvoorbeeld, of dat nou op het asfalt of op het water is. Je bent in de natuur, in het water. Voelt je vrij. Je kunt er wel praten, je kunt een beetje eten. Het is gewoon, je kunt een beetje van de omgeving genieten. Het is gewoon heel gezellig. Met corona kan je nu niet echt heel veel doen, maar karten is gelukkig nog wel een optie. Ja, we wouden een dag iets met gezin doen. Karten is een van mijn hobby's, dus ik vind het leuk om te doen. De ondernemers die dit soort dagjes aanbieden zijn blij met de belangstelling. We merken dat heel veel mensen nu wat meer in het binnenland dingen komen doen en dus ook op de kartbaan. Is het heel druk. Je ziet dat veel mensen, ook die op de camping staan, dat ze zeggen van we komen hier een dagje karten. En dat merken we. Ja, dat is heel goed voor ons. Ook het suppen op de Dommel, een betrekkelijk nieuwe activiteit in Eindhoven, is sinds corona steeds populairder aan het worden. Toen ik begon, 8 jaar geleden, was echt niet heel veel mensen die gebruik maakten van de Dommel. Ook misschien een associatie hadden ervan, van ja, het is een rivier die ligt hier in onze achtertuin. En toen viel me op dat er heel weinig ook bootjes werd gevaren, of rubberbootjes of wat dan ook. En naarmate we dus meer activiteiten aanboden en heel veel mensen enthousiast konden maken over het suppen op de Dommel, heeft dat wel bijgedragen aan, denk ik, meer mensen die het gewoon uitproberen. Voor veel mensen blijven uitjes in eigen land een prima alternatief voor een vliegvakantie. Sowieso, met corona doe ik nu leuke activiteiten. En meestal ga ik naar Amerika, ga ik naar mijn neefjes toe, maar dat kan nu niet. Want nu met coronatijd kan je jammer genoeg niet zo heel veel doen. Maar kart is nog wel een optie. En je kan het met je familie en vrienden doen. De ondernemers rekenen erop dat het nog tot begin september druk blijft. Het is toch een beetje een soort van vakantie moet je er nog van maken. En als het dan mooi weer is, net zoals vandaag, dan... dan is iedereen weer blij en dan gaan ze weer blij naar huis.